De cultuurorganisatie NAX heeft zaterdag een lezing gehouden over de Kawina-grootheid Johan Sibeda. Tussen 1970 en 1980 is Sibeda erg populair geweest omdat hij zijn eigen liederen op de plaat kon uitbrengen. Hij componeerde echte Odo en Kamalama Kawina liederen. Bekende hits waren Lena Fumakaulo en Tantiri Anodong. De interactieve lezing, waarbij het publiek ook werd betrokken, is gepresenteerd door de Kawina-kenners John Jones en Rudy Spa. De laatste vertelde over de jonge levensjaren van Johan Sibeda. 12 jaar Rumasa Sibeda bij Abi, dat bij Wakakba, ik play drum. Ik ben een boekot kouna drumman. Sinise, ik ben een boek trotje, nanga pichi. Singing man, Masa Sibeda be abi one God of this thing, one Christian, soy Christian. Na up to Masa Sibeda of society to Masa Sibeda be there, waman di betranga ini kamalama kauna, kotodo kauna, trust the theory and the pukufeng. Morofara van het dat was verstaan samen met Taki. Die voedde massa ze beda de waka nanga van dat bij abitua viari, abe waka nanga de bidi kauna jati voor attendati. John Jones vertelde over de levensjaren van Johan Sibeda toen hij lid werd van de cultuurorganisatie NAX. Jones ging terug naar 1966, toen de Kawina-muziek nog zo niet geliefd was als het nu is. De man met senale de man dat ik hier no. If you want play, we need to play. You know, moet zijn die door op tafel toch. Dus alle we need to play naar de Kona die wat nati in Guapakling weg. Nou zo goed naar een commissaris weg, nou zo makkelijk, alleen de prestatie in op zijn lili dorp. Zet zat lili dorp kan foto, scoot u de mofo dorp. Ik ga kou naar je prenus doen naar kwam pinti. Na tenda die, naast kou naar ben opo en naast kou naar ben onderleiding voor Masra Koning, ben dat televisie en naast kou naar de zika sap zeepsa. Schrijf de church die man den tak jongen naar die dibri. Naar die dibri. Die den adei. Weshi tak koloku. De schrijf ides ma di bekaren tak in die dibri. De schrijf tak jongen u compleet jimmy. John Jones, een van de inleiders tijdens de interactieve lezing over het leven van de Kawina-grootheid Johan Sibeda. De lezing is georganiseerd door de cultuurorganisatie NAX. Aanwezigen hebben meer informatie gehad over de jonge jaren en de periode van Johan Sibeda als lid van NAX. De lezing is gehouden op het terrein van NAX aan de Thompsonstraat.